In Heerhugowaard richt een groepje jongeren vernielingen aan bij een winkelcentrum. Ze staan op beeld, maar omdat de daders vermoedelijk erg jong zijn, tonen we die beelden niet. Op dinsdag 9 oktober rond 10:30 vernielt een groep jongens een rolluik van de ondergrondse parkeergarage van winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. Ze laten winkelwagens van bovenaf tegen de deur rollen. Als de eigenaar ter plaatse komt nadat hij een alarmmelding had gekregen, spreekt hij de aanwezige jeugd, drie jongens, aan. De jongens rennen dan weg in de richting van de Vestdijklaan. Ja, hier geen beelden van de daders. Voor de duidelijkheid, die beelden hebben we wel. Ja, die beelden zijn er waar deze jonge daders op staan. Maar die vooralsnog worden die niet getoond. Maar we hopen dat zij het zich uit zichzelf bij ons komen melden. Ja, toch een signalement, hè? Twee daders. Ja, we hebben een signalement van twee daders. Nou, de ene die had zwarte schoenen aan, droeg een broek met wit-grijze camouflageprint, had een zwarte pet op en had zwart haar. En de ander die had een zwarte schoenen aan, droeg donkere kleding, had ook een pet op en had een soort heuptasje om. Nou, mochten mensen aanslaan op de combinatie tussen deze jonge daders en de vernieling, dan horen we dat natuurlijk graag. Deze jongens hebben voor een fors bedrag veel schade aangericht. Dus we hopen dat deze jongens zich gewoon zelf bij ons komen melden. De politietiplijn 0800 6070. Meld misdaad anoniem 0800 7000.